bulle. Hallo, ik even hier morgen. Ik ga even een paar dingen. We zijn hier bij de Zilveren Maan. En dat hoor ik in, dus wie ben je de gast? Dus wie mag ik zeggen als gast de broeken? Nou, het bier hebben we al heel gevonden. Je mag net vregen, dus je weet het wel. Het bier is dit woeden. Ik wil eerst even Foekje bedanken. Foekje had wel zwaar dat je snert en Biensie bij steert. Jongens, op eens op. Als er een is, hoef je net vregen, dan is er meer. Dus, aanvallen. Het is ontstaan bij mijn hak. Ik ga een houtkachel gekocht. Ik ga 8 man uitnodigen. En ik zei, ik kan wel een hapje en een slokje bij me krijgen. Ik zit over de kachel mooi jongen en meisje. Het is een christenoot. Nee, meisje, er wordt moois van. Nou, en dat is mijn 8 man. Dat is een succes. Ik zei, dat kan ik wel grutter. En die dan eigenlijk 50 man. En ik zei, we doen verlading erbij. En de opbrengst, dat is te waard om een goede doel. En vorig jaar ik 120 man thuis. Ik zei, dit wordt de grut. Dit maar alles. En nou, toen ben je hier gekomen op deze locatie. Dat pilsje hier niet, dat heel veel vaker hier. Nee, dat heb je de eerste keer. Is dit nou alle jaren een verste prik? Nou, je net, dat wie altijd van mij hoort, dat wie volle handiger. Nog makker om fietsen. Nog hoe oors ik maar 1,20 meter. En wat is er nou leuk om ons aan, jong? Je ziet, die zijn wel leuk. Ik ga het even aan, die had ik kapper voor. Het is hier altijd wel gezellig. Het is altijd wel gezellig. En het, straks, ik hoop ik tenminste, dan een stukje muziek bij is. En dan, het is wel gezellig. Hoe smaakt het dus net? Hartstikke goed. Dat wil ik wel hebben. En hoeveel jaren kom je al op dit barn? Zolang het besteedt, we zijn met een man of 15. Maar we gaan een veteranengroep en die is er mee bij aan. Dan staat er gewoon in het uitbreid. En wij binnen de vrouwtje? Vrouwtje kan weer niet halen. Die wil op een vuilde blijven. Grapje, hè?